Ruim een week nadat de bereidverklaringen en toewijzingsbeschikkingen waren uitgereikt, is een aanvang gemaakt met het ontbossen van het gebied waar het woningbouwproject La Vigilancia te Paranam in het district Para komt te staan. In opdracht van het ministerie van Ruimtelijke Ordening, Grond en Bosbeheer is op maandag 27 april 2020 begonnen met het bouwrijp maken van de grond en de aanleg van wegen. Er zijn in totaal 1700 bouwkavels en landbouwgronden geprojecteerd. Een moment, dit is een gevaarlijk mooi moment voor de jatide. En ik denk dat de regering boter ze adin, het ja, in de praktijk, want het is niet zo van nodig. If we bestrijden armoede, dan is het belangrijk dat we dat moeten doen. Dan heb je sma, dan heb je een tamprezi. Omdat if iemand met sma, je hebt ontwikkeld je kondre gomoro fara, dan je moet des ma moet ab wang libi fasi pe probleem node of de probleem dat is om minder. En het is dus belangrijk dat we iedereen die daarvoor in aanmerking komt in de gelegenheid stellen om in aanmerking te komen voor een stuk perceel. De matak voor bebouwing en bewoning. Trouwen abengba dat de awa landbouwgrond van nodig. If they want pranis, malik di ana akoi, toch de want pranak saba, de mg de want pis grong, pe de kan prani, en pe de kan mek de kwak, de podosiri, de kan senengwe morofara. Ja toch Diana? Een van de basisvoorwaarden voor bestrijden van armoede is als wij de mensen kunnen helpen aan een stuk perceel. En het staat in de grondwet geschreven. Dus zo we doen dat idee, weet je inhoud. Na verplichting zat in nou tapu. En de regering bouwde ze adin, directeur, met Briti, dat hij uw potapis rokodis godoro. En unotaki, we doen baka verkiezing of we taki erin op Libasans dong. Want toch, de regeringsperiode die zegt ba, dat we libatori, dat we lukufa torego, maar we doen roko. En daarom wil ik vandaag alvast bedanken ieder die heeft meegewerkt aan de totstandkoming van dit project. Uno in DNA, taki de wet moest komen en de wet moest verbeteren. En te onkost don baka 2020, ik ben 100% zeker dat de landhervormingswetgeving naar alle de transanza moest komen voor make a passie voor a burger, voor zoveel van grond, make a komoro dat het nog gemakkelijker wordt. En inderdaad is een spel tussen de overheid en de burgers die een aanvraag doen. Maar de zaan moest de duidelijk aan burgers en de regels moet de boonta papapira zodat als de stagnatie zou we ondervinden, no kan de. En amor op prins Paris aan dat een wetgeving moest komen, inderdaad, de hervormingen moest komen. Maar daarom is actie de Suriname peoples en de tradistricten, want mi jerek bataki, des mai luku para, en de wam chinjarusu e de ook toe, mi wam accident taki, a geduld, a bribi, sa ap in a regering die si, a regering doe wam pis vroeg ook bafu sorry taki, asan man doe, dat het kan. Maar jullie moeten geloof hebben, het volk van Suriname moet geloof hebben dat wij gaan naar verbeterde tijden. En dat verbetering betekent dat alle de regels, alle de procedure, voorlichting, het onwetendheid moet spoorkmoto. En dat neemt tijd, want in onderzoek, in luko, alle de wetten, alle de zijn in luko. En het neemt wat tijd om deze zaken van de grond te krijgen. Dit project is een project voor en door Paranen. Het is de bedoeling dat Paranen die in een nood zitten voor een bouwkavel hier worden ingevuld. Maar daarnaast ook we weten dat Para-Oost kampt met het occupatievraagstuk. En daar heeft de overheid, de regering naar gekeken. En het is dus de bedoeling dat een deel van de occupanten die al jarenlang hier in Para-Oost verblijven, ook worden ingevuld op dit project. Het is net als een stuk goud dat ik heb gehad. Want ik heb er lang ervoor gezocht om zo'n stuk perceel te krijgen. Dus wat ik nu heb in mijn handen, heb ik dat ja. Ik heb gevonden wat ik nodig had. Ja, dus daar.
Ik hoop dat alles mijn leven normaal door kan gaan, want ik ben een leeftijdman. Okay. Ik hoop dat ik geniet van mijn perceel, wat ik wilde en hoe lang ik van deze perceel een aanvraag heb gediend. Dus ik hoop dat mijn leven een beetje rustig gaat worden.